Bijna, hè, mama. Ja, bijna. Bijna rolt hij over. Al een beetje meer. Doe maar. Wij kijken. Wij kijken. Ga maar een beetje rollen, hè. Ja, moet je daarmee lachen. Het gaat niet op commando, hè. Ik denk dat was er net, hè? En nu? Je moet nog een beetje doorrollen. Hij zou blijven liggen. Dat was ook niet de bedoeling, hè? Lekker liggen zegt aan mijn zijkant. Mama heeft u wel een beetje geholpen, hè? Ja. We zitten nu in de auto. Ja, omdat jij dat wou, hè? Ja, ik had zin om maar eens buiten te komen, maar we weten helemaal nog altijd niet naar waar we gaan gaan. Nee, hè, we weten niet naar waar. We gaan gewoon weer rijden en kijken waar we uitkomen. Dat is weer lang geleden. Vroeger deden we dat best nog wel vaak op onze vrije dagen. Gewoon in de auto stappen en ergens gaan lunchen of doen waar we gewoon uitkomen. Ja. En dat gaan we nu ook nog een keertje doen, hè? Misschien wel wat we uitkomen. De eerste keer met dat Juleke erbij, zo impulsief gaan lunchen. Ja. En leuk, hè? Ja. We hebben iets gevonden, hè. Als je Jules wilt, die eruit. Nee, hij blijft hier, zegt hij. Ga je blijven zitten? Oh, zuchtig. Ik ben hier nog wel moe, zijn mama. Hij is zo flink aan het spelen, hè. Hoe was het, jouw broodje? Lekker. Ik heb een zonder salade genomen. Ja, ik kan zich tegenwoordig zo goed bezig houden. Helemaal alleen, hè, zo ja. En de naapje vindt hij leuk, hè? Ja. Is er wakker geworden? Wat is hij aan het doen? Hij leert vandaag grijpen, kijk. Grijpen, rollen, ja jongen. Je gaat hier als een pijl eruit, hè? Ja. Koekoek. We zijn nu een beetje hier aan het wandelen, hè. Ja. Even een dansmomentje hier. Dat is leuk, hè? Oh my. Hey, heb jij ook al eens te schaterlachen, jij? Vind je het leuk? Ja, even een knuffeldansmomentje met mama buiten in de natuur. Oh. En dan keer door de knieën. Ja, zo kijken. Goed kijken. Dat vindt hij leuk. Zo. En nog een keer. En nog een keer. Ja. Dus jullie vandaag trouwens 19 weken, hè? Ja, maar. Flink hoor. Hè? Papa, je hebt heel erg koude handjes hoor. Een tijdje terug heb ik mijn kledingkast leeggemaakt. Een tijdje terug, denk dat het gisteren was. En Jolien heeft haar kledingkast ook eens wat leger gemaakt. En kijk, voilà. Dit is de bed. En we gaan die nu wegdoen. Yes. Zeker? Ja, ja, zeker. Kijk, hier is dat hemdje. Ik kan ervan twijfelen dat jij en Jolien ook hebt met die kar ook. Ah, ja. Dat is jouw hemd, of wat? Ja, dat is mijn hemd. Vind ik die nee, eruit nee, nee, nee. Gewoon weg ermee. Kom. Oh. Ja, ik vind dat we veel van landschap verwisselen. Dan weer hier, dan weer daar. Nu weer in het bos. Ja. We hebben eigenlijk vergeten vloggen dat we de auto hebben achtergelaten. Ah, ja. Daarnet. We zijn naar een kledingcontainer. Ja. Daarna zijn we met de auto naar de garage gereden. De want we hebben dringend nieuwe banden nodig. Niet dringend, maar we hadden gewoon nieuwe banden nodig voor de autokeuring. We hadden ook vier seizoenenbanden nodig. Ja, dus, ja. Wel goed dringend. Ze waren nog oké, okay, maar ze waren wel ook weer aan vervanging toe. Dus en niet vier. Wat de winter er ook. Bijna een aanrijding hier met de buggy. Een aanrijding in het bos. Ja. Nee, dus vooral ook winter komt er weer aan. En dan vind ik het toch wel belangrijk, zeker ook niet meer als Juleke erbij, om echt al hele goede banden ook te hebben. Dus daarom hebben we nu gekozen voor vier seizoenenbanden. Ja, die rijden beter in de winter dan in de zomer, hebben ze ons verteld. Ja, maar ja. Maar we hebben wel zoiets van
Het was ook wel een keertje dringend nodig. Hè? Onze andere banden waren blijkbaar al 3 jaar al op onze auto. Ja. Dus het werd wel een keer tijd voor een vernieuwing. Dringend tijd. Dringend tijd zelfs. Ja. En ja, kijk, daar hebben we nu eventjes werk van gemaakt. Nieuwe banden gaan erop. Jij moet binnenkort eens dan een keer met die auto, als ik naar de autokeuring. Ja, ik doe dat niet graag. Maar, ja. Maar de laatste keer dat ik ben geweest, was er eigenlijk geen enkele opmerking. Op één ding na, dat ik gewoon mijn uitlaat in het oog moet houden. Want die hing los en dat heeft de garagist nu ook even mee voor mij bekeken. En die zegt dat hij dat gewoon even kan lassen en dat is het ook opgelost. Dus ik heb gezegd, las hem dicht, las hem vast en dan zou het ook opgelost zijn. Dus voilà, kijk, dan, zijn we dus dan is de uitlaat in orde, nieuwe banden in orde en dan kunnen we weer naar de keuring. En dan, voilà, dan hebben we weer die autokosten ook weer gehad. Ik moet eventjes ook nog een grappig verhaal vertellen. Ah ja, gaan we lachen? We zijn momenteel dus in Grobbendonk. Ja. En we gingen daar net dus in de winkel nog snel iets nog gaan halen. Ja. En we stonden in de winkel en dan zegt, is dat daar je mama niet? Dat was mijn mama ook in de winkel. Ja. Hoe grappig. Dus mijn mama was ook in de winkel. Dat is waar. Ja, en we hebben afgesproken en we gaan straks nog even naar Bentley. Ja, dat zag daar ook nog gaan doen. Ja, dat was sowieso eigenlijk al het plan eigenlijk. Ja, ja. Kom. Terwijl zij weer bij Jules aan het wandelen. Hij vindt het vast ook wel leuk, denk ik. Beetje wiebelen, ik vind het wel in ieder geval wel aangenaam, zo eventjes een boswandeling. Ik moet zeggen, echt een hele hoop. Ja. Je begint dat steeds minder aangenaam te vinden eigenlijk. Ja. Hoe zijn we hier doorgekomen? Ja, maar we zijn hier van hier gekomen, hè. Dat is hier een modderpoel, denk ik. Of, van daar komen we toch? Komen we van hier? Ja. Ja, oké dan. Dan komen we eerder van hier, denk ik, van dit stuk. Nee, want daar is het padje. Nee, van dit stuk, hè. Zo. Misschien, ik weet het niet, hè. Nee, want het is een beetje modderer hier, hè. Ja. Hopla. Hoppa. Want we hebben eigenlijk thuis een kinderwagen speciaal om zo in het bos en in het zand mee te rijden. Ja, dat is waar. We hebben die thuis, niet hier. Ja, dat is waar, maar ja. We hebben die thuis, niet hier. Eigenlijk is dat vooral een die we van het thuis gebruiken om in onze buurt te gaan wandelen. We hebben ook wel best wel bossen bij ons in de buurt en ook een paar zandwegen waar die ideaal geschikt voor is. Alleen, hij raakt niet zo makkelijk in de auto. Nee. En in deze is wel, het compactste. Maar dan moeten we weer de wandeler weer afdoen. En deze is gewoon gemakkelijk. Die zit eigenlijk deze zit eigenlijk standaard in onze auto, zoals een Cybex. Ja, ja. De Cybex Talos S. Ik heb er superveel vragen altijd om komen op Instagram. Ja, dus wie het zich afvraagt. En we hebben ook nog een Thule Urban Glide 2. Dat is, die band, dat is eigenlijk die kinderwagen die dat eigenlijk speciaal dient voor strand en voor bossen om mee te gaan joggen en zo. Ik ken echt die merken niet, maar jij hebt dat blijkbaar dus al vaak moeten tegen. Die vragen komen zo vaak. Ja. Dus, mensen willen weten met wat buggy dat we rijden. Als ze nu echt moeten zeggen wat het gemakkelijkste is om mee te nemen in de wagen, dan zou ik echt wel deze aanraden. Omdat die echt wel heel compact is. En als je een kleine wagen hebt zoals ons, dan past die perfect in de auto. Neemt natuurlijk wel de koffer in beslag. Ja. De kofferruimte, maar voor de rest heb je dat wel nog op de achterbank plaats. Ja. En met die andere, die is echt wel aan te raden voor op zand. En op bossen strand, en zo. Dus als je een grote wagen hebt, zou ik toch wel die andere aanraden. Vooral omdat die grote wielen heeft. Dat is echt wel een pluspunt. Hoe groter de wielen, hoe beter dat ze rijden over moeilijkere stukken eigenlijk. We hebben dat ondervonden toen we in Scheveningen waren. Nee, Scheveningen niet. Katzand. In de buurt van Katzand. Ik ben het nu al vergeten, dat is eigenlijk waar. Ja. Toen we aan de zee waren. In de buurt van Katzand. Nee, aan de Nederlandse kust. Zeeuws-Vlaanderen. Reden we met deze buggy ook, denk ik. Ja. Ja. En dat was wel een beetje moeilijk om daarmee door het zand te rijden. Ja. Hè? Maar het is wel gelukt uiteindelijk, maar toch. Ja. Dat is niet moeilijker. En we zijn teruggewandeld naar de auto. 4 nieuwe banden eronder steken ze. Voilà. We kunnen weer een beetje verder. Jules zit ook weer terug in de auto. We rijden nog naar de mama van Jolien door. We gaan wat eten. En we hebben weer een hele volle dag gehad eigenlijk. Ja, amai. Het was leuk, hè? Een hele leuke dag. Ja, en eigenlijk was ik helemaal niet van zin om buiten te komen. Ik wil graag buiten. We hebben nog zoveel werk. We moeten nog vlogjes monteren. We hebben nog wat bureauwerk. Het is er allemaal niet van gekomen. We zijn gaan wandelen. En eigenlijk ben ik er wel blij om. Dat is echt ik heb zo weer even mijn zinnen kunnen verzetten. Ja, vond ik ook. Ja. Ja. En kijk, als Juleke zou zeggen, duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Oh nee, wacht. Ik moet nog zeggen welke video. Welke video? Wel, dus duimpje omhoog. Kijk eens gewoon naar deze video die hier staat. Ik weet nu niet welke dat wel zijn, maar kijk er eens naar. Surprise. Doei!